Een brand in de zonnepanelen op het dak van nieuwbouwwoningen aan de Bonkelaar in Zoeterwoude-Rijndijk heeft dinsdagmiddag voor grote schade gezorgd. Rond 4:30 werd de brand opgemerkt en is de brandweer gealarmeerd. De brandweer schaalde de hulpverlening op nadat de brand was doorgeslagen in het dak onder de dakpannen. Omdat de huizen nog niet bewoond zijn, moesten brandweerlieden ook de deuren forceren om toegang tot de woning te krijgen. Omstanders telden tenminste 7 brandweerwagens.